In de Tweede Wereldoorlog is Zeeland zwaar getroffen. Zo'n 185 monumenten in onze provincie herinneren hieraan. Bij die monumenten herdenken we de slachtoffers en vieren we dat we nu vrij zijn. Achter al die monumenten schuilt een verhaal. Het Frans Militaire Ereveld in Capelle heeft zo'n verhaal. Het monument zoals er hier staat, dat is in 1950, is dat hier geplaatst. Toen is ook de begraafplaats officieel aangewezen als militair ereveld. En vanaf dat moment is er ook jaarlijks heeft er een herdenking plaatsgevonden. En dan komen we hier zo naartoe met z'n allen. En aan de zijkant ligt heel veel kransen. Want er zijn heel veel mensen, meer dan 500 man. En die zitten allemaal gewoon heel aandachtig te luisteren. Ieder jaar worden ze dan, leggen dan bloemen bij de graven. En dan worden ze ook speciaal herinnerd. Dat is heel, ook echt heel belangrijk hoor, vind ik. De monumenten staan alle namen van die 600 Franse militairen die in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. Die staan daar ook op vermeld. Ja, het is heel bijzonder, omdat er natuurlijk heel veel Franse soldaten gesneuveld zijn. En het is belangrijk om die gewoon te herdenken en dat het nooit vergeten wordt. Nou, hoewel Frankrijk de bindende factor is, kun je aan de graven toch zien dat er heel veel diversiteit is. Hier ligt iemand van Joodse afkomst en die ligt dan toch in de nabijheid van de Noord-Afrikaanse, Marokkaanse graven die hier liggen. Die landen waren oorspronkelijk kolonies van Frankrijk. En in de meidagen van 40, met name vanuit Marokko, heeft toen de koning van Marokko een regiment naar Frankrijk gestuurd om het moederland te helpen. Dit is het logo van het Franse regiment dat hier kwam helpen. Het 271ste regiment, Djibout et Marcboet. En die kwamen hier helpen vechten tegen de Duitsers in de regio Capelle. Op initiatief van de burgemeester Stapelkamp is toen de gedachte ontstaan om meer inhoud aan dat Franse idee te geven. Waarbij ook naar de gemeenschap van Capelle men dingen, activiteiten doet die uitdrukking geven van het feit dat we een verbintenis met Frankrijk hebben. Het ziet er ook altijd heel mooi uit en daar voelen wij nog steeds een verplichting jegens wat die Franse militairen destijds voor ons hebben gelaten, hun eigen leven.